Hallo dames en heren, jongens en meisjes, en wat nog meer mee kijkt. Mijn naam is Niek en wij spelen wederom Disney Epic Mickey. In de vorige aflevering zijn wij het Gremlindorp doorgegaan en hebben wij de Euroboot attractie vernield. Ja, en we hebben kleine Boris zijn naam niet gezuiverd. En nu komen we bij Colosseum aan. Kijken hoe Boris reageert dat wij dat juist niet gedaan hebben. Dat we hem niet geholpen hebben. Zal hij dat ons in dank afnemen? Ik kan je zeggen dat zal hij dat niet doen. Dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Hey Mickey, dus je hebt mijn scheepslog achtergelaten bij die smerige gremlins, hè? Nou, hier is een voorproefje van wat er gebeurt als je me bedondert. Nou, oké, hij heeft het ons schijnbaar niet in dank afgenomen. Let hier goed op de ondergrond. Dit is verf. Dus als je verfverdunner gebruikt. Dan verdwijnt het. Makkelijk om een aantal vijanden mee af te rekenen. Maar. Nou ja, het zou gemakkelijker zijn als je hier op een hogere. Plateau blijft staan, want uiteindelijk krijg je nog een ronde. Deze ronde heeft ook vegers erbij. Dat maakt het niet meest makkelijke. Want die vegers kunnen je van camera ook van ver bereiken. Laten we kijken of we ze ook enigszins in een valse. Waar is die veger heen? Wat heb ik die veger? Dat is eventjes te goed om waar te zijn. Veger, ga terug op plateau. Dan ga jij er maar eens even vandoor. Veger? Nee, Veger doet het niet. Dan doen we dat zo. En hij staat net op de rand, waardoor dat niet mogelijk is. Een beetje jammer. Dankjewel. Je kunt wat leven bij verdienen aan de zijkant. Maar dit maakt het dus een stuk moeilijker om. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dit Colosseum door te gaan. Dat was een fout aan mijn kant. En de volgende ronde weer. Hallo heren. Dat was niet zo'n goed idee. Even de vloer weer enigszins kunnen herstellen. Zodat we hopelijk. Oh boy, nou hebben we 3 vegers. 4 vegers! Dit wordt steeds moeilijker en moeilijker. Kijken of ik nog ergens wat leven bij kan verdienen, want dat heb ik wel eventjes nodig. Want ik zie dat ik nog maar 2 elfpips over heb. Niet dus. Dat. Gemist! Daar moet er eentje zitten.
die er niet afvalt. Dan doe ik het met, maak ik gebruik van in ieder geval één wachter, of beide wachters. Oh, welke heeft hij uitgeschakeld? Oeh, daar ligt nog leven. Oeh, dat is een voordeeltje. Ja, maak goed gebruik van de ondergrond hier. En pas ook op voor die ondergrond. En dat zal dan de laatste ronde moeten zijn. Je bent een mafmuis. Ik ben hier weg. Dat is een van de dingen waarbij ik eigenlijk niet zo uitkijk naar de verfgoeden. Een van de dingen waarbij ik zoiets heb van, zuiver zijn naam is een stukje makkelijker. Zijn naam te zuiveren is echt een stuk gemakkelijker om dat te doen. Oké, mijn leven is weer vol. Waar moest ik ook weer heen? Volgens mij hier. Naar boven. Dat is verf. Oh nee, hier was die schatkamer. Dus ik moet... Moet daarheen. Nee. Ben ik nou weer? Juist ja. Daar is het. Kijk altijd waar de wachters zijn. Dan kun je de uitgang vinden. Was dat niet je eigen advies, Niek? Ja, dat was je eigen advies. Ooit een keer. Maar ik heb nog hier nog eventjes wat in de inhammen te halen. Kan ik nog wat tin erbij verdienen? Ja. Verf is niet zo noodzakelijk. En dan hebben wij het einde van de World of Gremlins, of de wereld van de Gremlins gebruikt. En wordt het tijd om de klokkentoren wederom te bestrijden. Maar dat gevecht in het Colosseum? Hoewee! Dat is me altijd wat. Daar is me er eentje. Maar goed. We zijn er nu weer. Auw. Dat is het nadeel van als je iets wat te snel er doorheen wilt. Dan kom je een beetje mis met de gevaren. Altijd nog eventjes leuk om die bel te ringelen. Maar dan is het nu tijd om tegen de eerste eindbaas op te nemen. De vorige keer hebben we deze eindbaas wel verslagen met verf. Deze keer gaan we het opnemen tegen deze eindbaas met verfverdunner. En om eerlijk te zijn, de eerste keer dat ik dit spel speelde, heb ik het ook met verfverdunner verslagen. Want het is een stukje duidelijker om te zien dat iets dat je voortgang maakt. Met verfverdunner, want toen had ik eigenlijk nog niet echt het idee van wat. Van wat dit. Ding aan het doen is. En deze arm komt tenminste ook niet terug. Die kan niks meer doen. Of toch nog wel. Nu kan hij niks meer doen. Maar zoals je ziet, het was mij toenertijd een stuk duidelijker dat ik mijn verfverdunner meer eigenlijk ook daadwerkelijk wat deed tegen die eindbaas. In plaats van met verf. Want ja, met die verf werd het wel blauwer, maar ik had geen idee toenertijd, de eerste keer dat ik het speelde,
Wat voor effect het ook daadwerkelijk zou hebben. Oh boy. En... oh. Te snel. Ik probeer weer iets wat te snel te zijn. Altijd eventjes rustig. Hoi. En dat moet dan ook gedaan zijn met zijn laatste arm. En hiermee hebben wij de klokkentoren verslagen. Aan de hand van verfverdunner. Ah. Aan de ene kant is het ook wel een klein beetje zielig. Ja, ik vind het toch altijd... het geeft me toch een beter gevoel om deze vijanden te verslaan met verf dan met de tinner. Ja. Nu dat we dat gehad hebben. De capaciteit van je verf of tinner kan veranderen afhankelijk van de manier waarop je omgaat met belangrijke personages in Gewestland. AKA de eindbazen van ieder gebied. Of van ieder, ja, gedeelte. En aangezien we vooral verfverdunner hebben gebruikt, hebben we nu ook een nieuwe speld verdiend. En is onze verfverdunner capaciteit toegenomen. En daarom doet het toch wel enigszins pijn dat onze verfcapaciteit niet behouden is gebleven. Want dat is iets waar ik toch wel zoiets heb van. Ja, het was... Oké, ik kan begrijpen dat dit de eerste keer dat ze zo'n spel proberen. Maar, ja, het had ook... hoe moet ik het zeggen? Als ik een vervolg hierop had gemaakt, had ik eigenlijk gemaakt dat je eigenlijk je voortgang bewaard zou blijven. Dus je... Oké. Ja, het was gewoon wassel. Ja, de keer dat ik hem gezien heb, was hij naar het projectieschermen van het eindstraat. En die zijn al heel lang kapot. Wederom zullen wij eigenlijk met Boris en Karel kennis moeten maken om de projectieschermen weer te repareren. We zullen, net zoals de vorige keer, zullen wij ook weer energiesparken, powersparks, stroomstoten. Dat was het. Ik speel nog veel te veel met de Engelse versie. Moeten verzamelen door het hele spel om de volgende projectieschermen te kunnen, te kunnen openen. Dit zal een stuk moeilijker worden in dit geval, omdat we een heleboel missies negeren of juist mensen gewoon niet helpen. Want stroomstoten waren eigenlijk ook een, hoe moet ik zeggen, een verdienst uit eigenlijk missies te doen voor anderen. En dat zullen wij deze keer niet doen. En betreffende eigenlijk Boris en Karel. Wederom, nog iets wat ik wil laten zien. Hier heb je ook
Ja. Pinnen die we al een keer verzameld hebben. Die gewoon in het open liggen. Zul je als dit soort pinnen zien. Die zul je niet nog een keer kunnen verzamelen. Alleen daarmee kun je wel... En die zul je daar ook er eentje zien hangen. Maar terugkomende op... Oh nee, wacht even. Eerst hier het testfilmpje maar eens even afkijken. Boris. Enige echte Boris Boef, ik ben de man waar je wezen moet. En vergeet dat niet. Als ik er niet ben, komt er niks af. En ik kom alles te weten, zelfs over je ruzie met kleine Boris in de World of Gremlins. Ja, dat geeft hij dus nu aan dat wij zijn naam niet gezuiverd hebben. Je hebt hem helemaal niet geholpen, hè? Je bent niet zo'n brave Hendrik als iedereen zegt. En dat zijn dus ook weer de kleine dingen waarbij het verhaal afwijkt als je andere keuzes maakt. Dat vind ik zo prachtig om te zien. Nou, als je mijn familie niet wilt helpen, dan help ik jou ook niet. En ik heb gehoord dat je een tandwiel wilt hebben. Waarvan ze zeggen dat ik het heb. Dus je hebt mijn hulp nodig, hè? Kijk, zo zit het met mijn tandwiel. Kilda loopt met de grote mond. En toch helpt hij ons nog. Ondanks dat hij zegt dat hij ons niet gaat helpen, gaat hij ons toch nog vertellen waar hij je tandwiel heeft uitge... Nou ja, gelaten heeft. En dat is dus Gilda. Ja. Yeah. Wederom zullen wij die race moeten doen om het tandwiel te verzamelen. Daarin heeft het spel dan niet iets gewijzigd. Kijk, dat is weer iets van... Als het echt... Ja, een klein beetje wat ze konden doen. Van als ze dus dan wou zeggen dat die dus eigenlijk niet zou helpen. Dan had ik eigenlijk verwacht dat die dus... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ook niet zou aangeven waar die je tandwiel heeft gelaten. Ja, ja, ja. Maar hij is nu kwaad. En dat is toch weer jammer van iets van wat ik dus eigenlijk... Dat is iets wat ik zou veranderen. Dat hij dus dan ook zijn hulp echt niet zou komen. Maar goed, laten we als eerste... Ik was net ook al bezig op eigenlijk kleine wijzigingen die ik aan zou brengen. Als voor een tweede rit, als ik een vervolg hierop zou maken. Of waarbij dit spel eigenlijk zich kan verbeteren. Want de tweede keer doorspelen... Zoals ik al zei, je power-ups zijn verloren gegaan. En ja, ze komt net van de dingen. Zij vertelde ons weer hetzelfde als de vorige keer. En ze vraagt ons om de klimbel daar op te halen. En dit is een van onze missies die we daarvoor oppakken. Maar ik moet die tandwiel hebben... En zoals we de vorige keer... Nou... Ja... Dus we gaan die tijdrit... 3, 2, 1... En die wacht erachterna. Maar ja, kleine dingen die ik dus eigenlijk zou wijzigen als ik het had gemaakt... Nou, ik had eigenlijk zoiets gedaan van dat je die power-ups bewaard zou blijven. Ook je schetsen, al je capaciteit. En dat er dan door de wereld heen... Auw, dat was een verkeerde zet. Dat er door de wereld heen dan toch nog... kleine gebieden waren waarbij je eigenlijk je schetsen zouden moeten gebruiken. En je nieuwe power-ups...
om daar te komen. Om nieuwe onderdelen te... om eigenlijk nieuwe stukjes gebieden te, eigenlijk te kunnen bereiken. En nog wat meer spelden en nieuwe bonussen te kunnen verzamelen. Dat is iets wat ik zou gedaan zou hebben. Naast ook nog ja, de tutorials eruit te schrappen en te veranderen met gewoon een normaal verhaal. En die wijziging, want ja, tutorials zijn niet nodig. Maar dat is iets waar, wat ik zou zeggen van, hey, als je een vervolg hierop maakt, doe dat soort zaken. Misschien dat je gewoon compleet nieuwe paden hebt. Oh ja, we moesten naar... ja, detectief bureau. Althans, dat zou ik graag. Ja, hij is weer de top detective. De vorige keer hebben we hem geholpen om een aantal zaken op te lossen. Zaken waarmee hij een top detective zou worden. Maar in deze speelsessie zullen we hem negeren en zullen we zijn zaken juist niet gaan oplossen. Want dat is ook wel enigszins het doel als je... Want dat, zoals je al de vorige keer zag, heeft Karel Paardenpoot zijn status, heeft invloed op de, moet ik zeggen, op het einde. En daarom gaan we hem deze keer niet helpen. Oké. En kijk. Kunnen we al wat zaken krijgen? Hij is daar, klinkt dat niet? Nou ja. Niet echt iets. Dit is iets wat we nu nog niet kunnen doen. Oké. Hij leert weer ons om kaarten. Dit soort dingen. Ja, zoals ik al de vorige keer zie. Ja, deze kaart heb je overal, maar eigenlijk niet nodig. Karel had zijn tandwiel, had een boek afgeleverd in het Emporium en bladibla. En dat wil hij weer terug hebben voor het tandwiel. Welkom bij het Emporium, mijn naam is Casey en ik drijf deze winkel al heel lang. Ook nou, uitgeleend aan Pauli. Oké. Dus dat betekent dat we weer terug naar Pauli kunnen gaan. Ja, het is gewoon weer dezelfde. Ga hierheen, ga daarheen en dan hebben we het weer gehad. En dit is eigenlijk gewoon om je kennis te laten maken met met de onthoofdstraat. De ijssalon, eigenaar. Ja, dit boek. Oké. Neem het maar mee. Oké, kom snel weer eens langs. En dan hebben we dat ook weer gehad. En dan kunnen we weer terug naar Karel om dan ook daadwerkelijk onze
tandwiel op te gaan eisen, want we hebben dat ding wel nodig. Ja, dat boek heb je echt wel nodig, ja. Het beste is eigenlijk om een detectieve te zijn, om ook af en toe eens een keer je kantoor te verlaten. En niet anderen te vragen je zaken op te lossen. Maar dat is iets wat je nooit zou kunnen leren. Oké, nu dat we beide tandwielen hebben, kunnen we doorgaan naar Marcus. Om het projector naar Ostad te openen. Zodat we weer achter... Weet je wat? Ik heb nog wat filmrollen. Want de laatste keer voordat we hier waren geweest, was nog voordat we het gevecht aangingen met Schim en in het Doornroosje kasteel nog meer filmrollen verzameld hebben. Die kunnen we nu op dit moment in gaan leveren. En dat is dan ook wel nodig. Komt het zien. Ja. En ik heb er nog een aantal voor je om te... Ja. Oké. En als we ze dan inleveren... Ik had nooit gedacht dat ik bijna alle filmrollen van Geweestland zou bezitten. Je bent echt heel bijzonder, Mickey. En hiermee krijgen we onze laatste schets. Of beter gezegd, laatste stukje kunstwerk. Oh, als ik die... Als ik die filmrol had weten te krijgen... Voordat ik, hoe moet ik zeggen, als ik die niet in de eenzame eerhuis had achtergelaten, had ik alle schetsen ook volledig gekregen voor nog een beloning. Want dan had ik alle schetsen ook gehad. En nu heb ik dus eigenlijk alle schetsen en is die teller ook inmiddels compleet. En hiermee krijgen we een upgrade voor onze i-kaartjes. En daarmee krijgen we nog een grotere upgrade. Zelfs al een paar i-kaartjes in. Oké. Nou. Ik had eerder al gezegd. Die upgrades zijn we allemaal kwijt. Ook voor de i-kaartjes. Het maximale aantal i-kaartjes dat we kunnen hebben, waren we ook kwijt. Maar, nu kregen we weer een nieuwe upgrade. Deze upgrade is eigenlijk een nog grotere portemonnee dan dat we de vorige keer mee geëindigd zijn. Ja, eigenlijk is dit weer een upgrade bovenop onze upgrade. Eigenlijk de vorige upgrades hebben wij hiermee terugverdiend. Dat zul je straks bij de schetsen ook weer krijgen. De schetsen die we hebben, die upgrades die als we de schetsen opnieuw krijgen, zullen we geen van de upgrades hebben. Dus de eerste keer dat we die schetsen dan verkrijgen, zullen wij ook geen upgrades ervoor krijgen. Maar... Zodra wij die upgrade voor de schetsen wel krijgen, krijgen we de upgrade die daar bovenop komt. Dus kunnen wij nog meer schetsen bij ons dragen, dan dat wij konden meenemen aan het einde van de vorige speelsessie. Je moet zien dat iedere upgrade eigenlijk je oude tasje vervangt, als het ware. Dus eerst heb je een... had ik dus een e-ticket portfolio van 1500 en nou, of 1200 of zo. Nee, 1500. En nu heb ik bijvoorbeeld 2000 of zoiets. Ik weet niet wat de maximum is. Maar
Eigenlijk is het gewoon een vervanging van je vorige upgrade. Dus je upgrades zijn er nog wel. Ze zijn alleen op dit moment nog niet beschikbaar totdat je een nieuwe upgrade krijgt. Heb ik nog meer genoeg? Je hebt niet genoeg filmrollen voor een beloning. Oké. Laten we dan nu naar Marcus gaan. Bij de tandwielen. Dus aan de andere kant, ja, je upgrades ben je niet kwijt, maar je begint er niet mee met het spel. Dat is het. Museum heeft er een. Ja, we kunnen museum een dienst bewijzen, maar we kunnen ook, we zullen, nu komen we eigenlijk in het gebied waarom dat we, Karel nodig hebben. Ja, het heeft eigenlijk geen van invloed van welke van de twee dat je gebruikt, want ja, het museum bevat één. Ding. Maar het emporium, daarin kunnen we meerdere, moet ik zeggen, meerdere stroomstoten kopen. Ja, ik weet het. En deze stroomstoot hebben wij dan nu gekregen. En volgens mij was dat genoeg om de projector weer aan de gang te krijgen. Dus laten we terug naar Marcus gaan. Kan ik nog eventjes wat extra's? Volgende keer maar. Marcus, hier zijn nog wat stroomstoten. Oké, is dat gefixt en daarmee hebben we dus weer het projectorscherm of projectiescherm naar Ostad hersteld. En dat is eigenlijk alles wat we nu moeten doen. Oké, e-ticket. Met dat gedaan te hebben, eindig ik dan hier ook deze aflevering. We hebben het projectiescherm naar Ostad geopend en wij zullen daar dan heen gaan om, nou ja, zullen we door Ostad heen gaan en door de Mickey Dingenheuvel om uiteindelijk weer bij Oswald uit te komen. Ik hoop dat jullie genieten van dit spel. Ik hoop dat jullie genieten van deze, nou ja, let's play. Ik hoor het graag wat jullie ervan vinden en wat ik eventueel kan verbeteren aan mijn stijl. Dus laat dat graag in het commentaar hier beneden achter. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!